En dan gaat het dus weer gewoon zo staan. Maar we zijn er! Is dit wel kauwgom? Waarom heb je altijd iets met die navigatie? Ja, weet ik ook niet. Beter eerst alles goed uit hoor. Ja! Goedemorgen en welkom bij een nieuwe Vlogmas. Het is vandaag alweer Vlogmas nummer 15. En vandaag heb ik een hele spannende dag, zoals ik gisteren al zei. Want ik heb intake voor mijn ogen te laten doen. Ik heb eerst nog een voorstelling van Memphis op school. En daarna ga ik meteen doorrijden naar Arnhem. Ik heb vandaag dit aan. Echt super strakke kleren. Nu eerst eventjes eten, want ik heb echt super, super honger. Ik heb nog niks gehad en ik wil gewoon eerst even rustig kunnen eten. Ik heb make-up op en alles dus. En mijn Oompa Loompa dingen aan de kant geschoven, zodat je dat niet echt al te goed ziet. En ik denk dat het op zijn plaats is. We hadden net al een... Zo, ik ben net klaar met die musical van Memphis. Nou, musical, toneel, voorstelling, iets. Ik ga nu naar Arnhem rijden. En ik moet daar sowieso om 2:30 zijn, want ik moet daar ook nog naartoe rijden. Mijn navigatie doet het alleen een beetje lang. Oh nee, hij is er al. Dus ik ga nu lekker rijden. Wacht, oh wacht. Ik ga eerst even trouwens mijn jas uitdoen. Want anders krijg ik het dadelijk bloedheet in die auto. Dat heb ik wel eens vaker gehad namelijk. Beter eerst alles goed uitdoen. En mijn telefoon aansluiten. Word er maar rijden. Oh, goed zo, wijfie. Dan reken jij maar lekker die route. En route kiezen, alsjeblieft. Oh ja, de middelste. En route kiezen, alsjeblieft. Nu links afslaan. Oh, nu is het nog wel koud. Maar ja, maar even zo doen. Mijn spiegel is goed. Mijn spiegel is goed. En Nick zet altijd al dingetje vet hoog. Hij kan niet meer omhoog meer. Oké, ja, daar gaan we. Nu ben ik er klaar voor. Het was trouwens echt een superleuke voorstelling. Memphis snapte er niks van. Hij zat een beetje te kijken. Hij zag me wel. Toen zei hij, hey, mama, mama. Dus ik zou zwaaien. Maar ik had verwacht dat hij naar me toe zou komen. Maar hij is toch blijven zitten. Heel netjes. Dat had ik trouwens niet verwacht van hem. Normaal gaat hij als een speer naar mij toe. Maar dit keer niet. En hij kon ook rustig blijven zitten om de rest af te kijken. Waarom kunnen ze dat bij juffrouw's altijd wel, maar thuis niet? Kan iemand mij dat alsjeblieft uitleggen? Rechts afslaan en daarna weer rechts. Ik zit wel heel erg op het stuur. Oeh, koud jongen. Hoezo zie ik de kaart niet? Ik wil de kaart zien. Oh shit, moet ik niet zomaar stoppen inderdaad. Waarom is het... Nu rechts afslaan. Rechts afslaan. Ik haat navigaties, hè. Ik heb nooit een goede relatie met navigaties. Ze doen nooit wat ik gewoon freaking wil dat ze doen. Kijk, want nu ook. Ik wil gewoon die kaart zien. Ik zie hier voor me ook de kaart, maar... Nou, ik zie het wel. Slaan. Nu links afslaan. Ja, I know. Like, I know, bitch. Oh, een beetje dichterop. Oh, ik heb het zo koud. Maar ik wil gewoon... Gewoon terug misschien. En dan hier, zie ik hier weer de kaart. Het is groen hoor. 50 meter links afslaan. Wil je alsjeblieft even gassen? Er rijden ook nog andere auto's achter. Oh my god. Hoe krijg ik die kaart nou? Ik ga Nick bellen. Oh, hey. Hallo. Hey, mijn telefoon doet het niet via de auto. Omdat hij net nieuw is zeker. Ja, moet je hem even zoeken, koppelen. Oh ja, ik weet hoe dat moet. Moet je even radio luisteren. Ja. Hey, hoe krijg ik die kaart van die navigatie? Rechts afslaan naar de A. Staat toch in scherm voor je? Nou, er staat alleen waar ik af moet slaan iedere keer. Waarom heb je altijd iets met die navigatie? Ja, weet ik ook niet. Ik snap er helemaal niks van. Bij mij staat die gewoon altijd gewoon goed. Nee, bij mij dus niet. Heb je op navigatie gedrukt? Die rechterknop? Ja, heb ik gedaan. En dan staat er onderin staat er de rechterknop staat kaart. Nu rechts afslaan. Wacht even hoor. Kaart met pijltjes. Nou, ik kijk wel even. Gaat me wel lukken. Ik krijg alleen maar stress nu. Ik weet niet waar ik ben namelijk. Nou, als je die auto even aan de kant zet. Ja, ik zit op de snelweg. Hoe kan ik die auto aan de kant zetten, schat? Oh my god. Niks gaat goed vandaag. Nou ja, doe maar even de radio dan, hè. Radio. Hé, hey, en nu is hij er. I just wanna know you better. You better. You better.
Okay, you guys. Ik ben in Arnhem. Ik heb mijn telefoon, of mijn muziek op mijn telefoon maar aangezet. De telefoon is nog niet met de auto gelinkt. En ik weet niet hoe die shit werkt. Dus ik laat weer Nick over. As usual. Maar ik ben er nu. Ik ga nu even binnen met mijn moeder voor een hapje eten. En daarna rijden we, ik weet niet waar het is, maar we rijden in ieder geval somewhere. We are going somewhere. Nick is een beetje ziek, dus dat is wel een beetje kuttig. En ik ga nu uitstappen. En ik wil niet uitstappen, want het is koud. Ik haat kou. Een smooth knipoog. See you later, alligator. Is dit wel kauwgom? Ja. Raar, lijkt op een paracetamol. Na 100 jaar later en 180.000 keer verkeerd hebben gereden, zijn we eindelijk op bestemming. We hebben er gewoon 3 kwartier over gedaan. Op een stukje van 10 minuutjes. En we zijn er denk ik 10 keer langs gereden. Maar we zijn er. Aanhouden wint, zeg ik altijd. Nou, ik heb zo mijn eerste consult en dan gaan we eens even kijken wat ze kunnen doen om dit te fixen. Het is allemaal goed gegaan en ik heb besloten dat ik het wel ga laten doen. En ze zei wel dat het niet echt heel veel is om weg te halen. Maar ja, anyways, ik laat het wel doen. Ik ben er super blij mee als ik het heb gedaan. We gaan nu even naar de stad, even wat lekker wat eten. Maar ik heb mijn auto hier gelaten, want het heeft toch geen zin om in de stad te gaan parkeren. Want ik heb toch geen parkeerplek, dus dat scheelt. Ik ga gewoon even snel de bus hier pakken. Het zijn 2 haltes. Dus ik denk wanneer ik thuis kom dat iedereen op zijn nest ligt. Ja, maakt ook voor de rest helemaal niks uit. In ieder geval ga ik nu lekker eten, want ik heb honger. Ik heb alleen vanochtend een broodje gehad en de rest van de dag helemaal niks. Wat een leuke cadeautjes. Zeepjes van de Rabo. Oh, hij eet het ook niet. Ik ben home. Hier is de vrouw weer. Heb je mij gemist, schatje? Oh, heb je mij gemist, vriend? Hé. Hallo. Oké, ik ben nu thuis. Ik doe heel zachtjes. Want ik denk dat ze allemaal slapen. Anyways, het was wel heel goed gegaan, het gesprek. En ze kunnen het doen. Ze halen niet heel veel weg, dus een heel klein beetje. En dan gaat het dus weer gewoon zo staan. Sst, hey. En daar ben ik wel blij mee, want dan kan ik weer eyeliner op doen. Want nu kijk hoe ver het overheen gaat. Nu kan ik helemaal geen eyeliner op doen. Zonder dat je iets van de eyeliner ziet. En dan weer wel. En daar doe ik het echt voor, dat ik gewoon weer eyeliner kan zien. En het is daar ook niet zo duur als dat het in Amsterdam is. Dus dat vind ik ook echt een pluspunt. Sorry, ik hou van Amsterdam, maar sommige dingen zijn echt overpriced. Gewoon, want ik heb het gevraagd, ze doen het precies hetzelfde. Er is niks anders aan. Maar het is gewoon veel goedkoper. Dus niet dat je het voor prijs moet doen hoor. Want ik weet, mijn moeder is daar geweest. En mijn moeder woont daar in de buurt. En ja, zij had er gewoon hele goede ervaringen mee. Dus ik dacht, ja, dan doe ik het ook liever daar waar zij gaat. En ja, zodoende. En ik hoop ook dat ik het eigenlijk een beetje goed uit heb gelegd. Want ik ben echt kapot. Zo lang in die auto zitten. Och, ben je echt suf van. En dan heb ik ook nog die stoel. Verwarming aan. Super lekker. Maar ja, daar word je super lui van. Dus ja. Echt dat vrouwen kan iets over hebben om jong te blijven. Forever young. Oh. Wat vinden jullie trouwens van mij zoeken? Kijk. Zo schattig. Ja, vind je hem mooi? Vind je hem mooi, baby? Nee, baby, vind je hem mooi? Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Het is bijna kerst, dus dan stopt iedere dag vloggen. Ik ga het wel missen hoor. In ieder geval vergeet niet te abonneren en het notificatiebelletje mee te nemen. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlogmas. Doei doei!